Nou, gemeenten die zijn natuurlijk heel erg met hun eigen omgeving altijd bezig. Maar als je als gemeente vooruitkijkt, dan zie je ook dat sommige strategische doelen ook samen misschien wel sterker zijn dan als je dat alleen doet. Dat is ook de reden waarom de gemeenten Noordoostpolder, Urk en Dronten hebben gezegd, wij gaan stappen samen nemen om ook zaken voor de toekomst met elkaar te borgen. We zijn samen een soort daily urban system, ook in de regio Zwolle. En aan de andere kant is Flevoland, hè, wat dat betreft is Flevoland een prachtig hub als het gaat om economische en alle andere zaken. En in dat kader denken wij dat het goed is om gezamenlijk onze strategische doelen na te jagen en daarmee niet alleen onszelf sterker te maken, maar ook Flevoland extra te versterken in verschillende optieken. Ineke Bakker, de burgemeester van Dronten. Waarom is voor u die samenwerking zo belangrijk? Nou, voor mij is het belangrijk dat je ziet dat er een paar echte hoofdthema's zijn. En op het moment dat je die samenwerking aangaat en dat je zegt eigenlijk hebben we op een aantal onderwerpen hetzelfde lijstje, dan kan je daar ook massa maken en dan kan je je ook steviger profileren. En dat is gewoon fijn, ook in de lobby als het gaat om de N50 en dergelijke. En dan zie je ook, ook onze positie binnen de regio Zwolle, kun je daarmee ook versterken. Je kunt denken aan ruimte en economie aan de ene kant, maar ook aan bereikbaarheid. Economie volgt infrastructuur. En een heel ander belangrijk punt is, hoe gaat de zorg zich ontwikkelen? En daar weet je ook dat dat niet alleen binnen je eigen gemeentegrenzen is, maar dat dat ook tussen gemeenten heel erg van belang is. Ons daily urban system, zoals dat heet, is de regio Zwolle. En je ziet bij ons, maar ook uit de andere gemeenten, de drie gemeenten, dat daar veel verkeer qua school, qua werk en dergelijke, dat dat erg gericht is, ziekenhuis, ook op Zwolle. Dus wij maken een onderdeel daarvan uit. Dat is een economische samenwerking. Tegelijkertijd zitten we natuurlijk in Flevoland en hebben wij ook de provincie Flevoland nodig om ons daarin te ondersteunen. En dat is ook een van de redenen dat we zeggen van wij bieden nu een manifest aan om ook daar aandacht voor te vragen. Dat zeg maar in de komende 4 jaar wij ook daar door de provincie Flevoland graag in gesteund willen worden. Net zo goed als de provincie Overijssel en de provincie Gelderland ook die regio's willen ondersteunen.